Ik vloog vorige week van 16 Hoven naar Faro. En het viel mij op dat al het mannelijk personeel van Transavia homoseksueel was. Verder was de helft van de stewardessen van kleur. Ik vind dat een goede zaak, te meer omdat Transavia nooit loopt op te scheppen over diversiteit op de werkvloer. Het was wederom een reuze gezellige vlucht en ik werd vertroeteld door de jongens en de meisjes. Maar ik vroeg mij toch af of heteromannen systematisch worden geweigerd bij Transavia. Behalve dan als ze piloot zijn natuurlijk. De piloten van Transavia zijn namelijk altijd van die hele Engelsche schendermannen, gebruikt met een duur klokje om de pols. Vroeger zouden ze een stewardess een flinke tik op de billen geven, als beloning of aanmoediging, maar dat mag gelukkig niet meer. Stel nou dat het algemene Dagblad, samen met Dagblad Trouw, de Spreekbuis en het boegbeeld van Wok Nederland, een foto in de krant zou plaatsen van alle stewards en grondstewards en de aardige manieren van de Telefonische Hulpdienst van Transavia, met als fotobijschrift... Waarom mogen er geen heteromannen werken bij Transavia? Dan is de Twitterbeer los, zijn de pop aan het dansen en vliegt de poep door de ventilator.